Oké. Het is 10 oktober. Even voor 8:30 lokale tijd. En ik ga proberen Scaffold Pike te beklimmen. Scaffold Pike is de laatste van de Three Peaks. Dat zijn de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië. Waar ik nog niet bovenop heb gestaan. Het weer lijkt redelijk. Later in de dag gaat het regenen. Vandaar dat ik vroeg ben. We gaan het proberen. Kijken hoe ver ik kom. Ik begin hier op het parkeerterrein van het dorpje aan het eind van het meer, Wallswater. Daar ergens achter, boven, ligt Scaffold Pike. Nou, ik heb een goed half uur gelopen nu. En het eerste gedeelte van de berg zit erop. Wat mij wel verontrust is dat het makkelijkste gedeelte was van de wandeling. Want ik had er behoorlijk veel moeite mee. Dus ik ga kijken hoe ver ik kom. Ik moet nu, als het goed is, het gedeelte op wat ik net liet zien richting de beek. En dan op een gegeven moment de beek oversteken en... Ja, dan begint het echte steile gedeelte, gewoon de berg echt op. We gaan het zien. Het is mooi. En nu maar hopen dat dat daar bovenop een plaatselijk wolkje is. Want dat is wel waar ik naartoe moet. Nou, ik ben nu ongeveer op in ieder geval iets over de helft. Goed anderhalf uur onderweg. Het is inmiddels niet echt leuk meer. Het wordt koud en het gaat regenen. De regen hangt ook boven het meer, zoals je kunt zien. En dat is nog steeds het doel. En of ik het ga halen. Of het überhaupt zin heeft om er naartoe te gaan. Oké, en nu regent het. Het meer is onzichtbaar. Grappig genoeg. De top van Scaffold Pike, of Scaffold Pike dus, is wel helder. Maar ja, de mensen die daar staan, die kwam ik net tegen. Toen zeiden we tegen elkaar dat het zo fijn was dat we nog geen regenkleding aan hoefden. Nou, dat is dus nu wel het geval. Nou, de top was net helder, maar dat is weer voorbij. Het pad wordt hier heel slecht, in zoverre het wordt slecht te zien. Om aan te geven waar je moet lopen, zodat je niet verdwaalt. En om de zoveel tijd stapeltjes stenen neergelegd, dat noemen ze cairns. Als je die volgt,
dan volg je vanzelf de goede route. Ik kan je voorstellen dat dat bij slecht zicht vraagt om problemen. Maar gelukkig is het hier nog helder. Helemaal in de verte lopen de mensen waar ik net mee sprak. Die pakken het andere pad. Er is een pad dat linksom gaat, dat pak ik. En er is een pad dat rechtsom gaat en daar lopen zij nu op. Nou, regenpak weer aangetrokken. Nergens een plek om te schuilen en net hagelde het. Je moet er iets voor over hebben. Nou, langs die stapeltjes moet ik nog naar boven. Het ergste is waarschijnlijk al geweest. Maar daar hou ik me dan maar aan vast. En ik ben boven. Slecht zicht, maar inmiddels wel weer droog. Net had ik nog hagel. En het is gelukt. Even kijken of het weer nog opknapt. Of iets te zien valt. En daarna gaan we weer terug. Ik loop naar beneden samen met Margaret en Donald, die ik onderweg heb ontmoet. Nou, 6 uur naar het begin en ik ben terug bij de auto. Vanaf de top nog 2,5 uur gelopen. In echt het eerste gedeelte verschrikkelijk weer. Zoals het op de top was. Regen, wind, hagel. En ja, gewoon af en toe niet leuk. Maar dat hoort er wel bij. En laatste gedeelte rustig. Ik ben teruggelopen voor het grootste gedeelte met Margaret en Donald. Die ik op de top heb ontmoet. Tenminste ook even voor de top al een keer had ontmoet. Die hebben me heel vriendelijk een paar handschoenen geleend. Want die was ik even vergeten mee te nemen vanuit het hotel. En die waren wel nodig. Met hem ben ik een groot deel van de rit, of tenminste van de weg terug naar beneden, meegelopen. Uiteindelijk hebben zij een ander pad genomen. En het laatste gedeelte teruggelopen met iemand met wie ik het laatste stuk naar de top ook heb gelopen. Die ben ik onderweg weer tegengekomen. Dus ja, heel erg tevreden. Scaffold Pike gehaald.
Wat ik aan het begin zei klopte niet helemaal. De Three Peaks, dat zijn niet de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië. Het is de grootste berg van Schotland, Ben Nevis. De hoogste van Wales, Snowdon. En de hoogste van Engeland, Scafell Pike. Die heb ik dus nu alle drie gedaan. En daar ben ik heel tevreden over.